Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je had misschien vandaag de M1 iMac unboxing verwacht. En dat had je misschien verwacht omdat ik dat ook had gezegd. Maar ik was één ding vergeten en dat is dat we vanaf vandaag F1 2021 mogen laten zien. En ja, sorry jongens, er is niks belangrijkers dan Formule 1 op dit moment. En dus heb ik ervoor gekozen om vandaag de Formule 1 video online te zetten. En wat gaan we doen? We gaan Formule 1 2021 gaan we checken. Dat doen we op mijn favoriete circuit. Dat is Spa-Francorchamps. Daar gaan we een korte race rijden. En dat doen we in de Alpine van Fernando Alonso. Want heel eerlijk, het is de mooiste auto op de grid op dit moment. In ieder geval één van de mooiste auto's. Laten we even kijken naar de assist. Want kijk, die moeten we dus heel even apart zetten. We zijn professional. Nou kunnen we hem alles zo op laten staan. Weather time of day. Laten we het nu heel even clear houden. En dan gaan we gewoon het event beginnen. Dit wordt letterlijk mijn eerste ronde in de game. Ik kan niet wachten. Let's go. Daar zijn we. Op Spa-Francorchamps. En ik heb de mazzel gehad dat ik hier ooit één keertje heb mogen zijn. En dat was echt een fantastische ervaring. Bedankt nog voor de uitnodiging. Was echt helemaal top. En wat ik al zei, dit is één van mijn favoriete circuits of all time. Natuurlijk zijn er een hoop classics. Monza, Zandvoort mogen we niet vergeten. Ga ik hopelijk dit jaar naartoe. Het ziet er goed uit. Vanaf september lijkt alles weer enigszins normaal te gaan worden. En ook staan alle lichten vooralsnog op groen voor Zandvoort. Dus ik ben ontzettend benieuwd of dat ook eindelijk zo gaat worden. We gaan het zien. Maar nu gaan we in de F1 2021 racen hier op Spa. Even kijken op welke plek we gaan starten nu. We zijn dus Fernando Alonso. Perez op pole, verrassend. Bottas op tweede plaats, ook verrassend. Maar dit klopt uiteraard nog niet helemaal. Dat heeft er simpelweg mee te maken. Het gaat hier om een previewbeeld. Wordt allemaal aangepast. Maak je geen enkele zorgen. Wij starten vanaf P11. Dat is belangrijk om te weten. Mick Schumacher P13. Netjes. Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen. Tsunoda en Pierre Gasly picks up the final. Gasly P20. Now it's time to head down to the. Oké, okay, here we go. Zitten we. En dan gaan we in de Alpine. Vanaf P11. Mazepin voorbij. Daar zijn we goed doorheen gekomen. We zitten vlak achter Hamilton en Leclerc. Terwijl we onderweg zijn naar Eau Rouge. De game kent een aantal nieuwe features. Zo heeft F1 2021 nu voor het eerst raytracing. Raytrace shadows, raytrace reflections. En gaan ook de next-gen consoles daar gebruik van maken. En wat de next-gen consoles gaan krijgen. Is al iets waar PC-eigenaren natuurlijk al veel langer van mogen genieten. En dat is het feit dat er een 120 fps optie bestaat. En om heel eerlijk te zijn, als je eenmaal een 120 fps hebt geraced, wil je niet meer terug. Dus dat is een mooie toevoeging voor de next-gen consoles. Ik wilde graag voorbij, maar ik kan hier moeilijk inhalen. Kijk, en dan moet ik even hard op de rem trappen. Oh, nee! Ik heb mijn buttons anders gemapt staan. Hoe doe ik dit weg? Gaat mezelf weg, mooi. Dat was heel even blinde paniek. Ik probeerde namelijk de overtake button te gebruiken. Ah, die zit nu ergens anders. Dip we hier. Perez aan de leiding.
stappen in de achtervolging. En Fernando Alonso, wij dus. Daar vlak achter. Ja. Wacht toch heel even op het rechte stuk, jongen. Maar ik moet zeggen. En natuurlijk moet ik hier veel meer uren in stoppen, want. Dit is mijn. Letterlijk mijn eerste race in de game. Hij voelt anders. Hij voelt beter. Het voelt alsof je beter kunt inschatten wat de banden aan het doen zijn ofzo. Het voelt in ieder geval erg fijn. Of het is dat die Alpine zo goed is dit jaar. Dat zou kunnen natuurlijk. Buitenom. Nee. Dat is mooi geweest, maar... Nee, de auto voelt heel erg goed, moet ik zeggen. Terwijl we net een paarse sector hebben gereden. En dan denk ik dat we hier... ons overtakebutton gaan gebruiken. Jazeker. En dan hebben we de koppositie te pakken. Maar we zijn Perez nog lang niet kwijt in ieder geval. Houden we hier een beetje midden. Ik weet niet op welke moeilijkheidsgraad die staat. Dat heb ik net niet kunnen zien toen we het aan het instellen waren. Want één ding kan ik jou wel vertellen. De menu's zijn best wel veranderd. En ik was er al net wat dingetjes aan het instellen voor mijn race-stuur en stuff. Ook wat grafische en audio settings. En dat was toch wel heel even zoeken. Natuurlijk is Codemasters afgelopen jaar overgenomen door EA. Dus ik denk dat we de komende jaren daar wel meer dingen van gaan zien. EA is toch net wat slikker en commercieel bedrijf. Al moet ik zeggen dat dit jaar dus nog wel meevalt. Ik moet wel zeggen, ik rij hier natuurlijk in een standaard setup. Dus deze is absoluut niet geoptimaliseerd voor Spa-Francorchamps. Maar hij doet het vrij aardig. En trouwens, dat wilde ik nog even pitchen. Zoals jullie misschien wel weten, hebben we elke zondagavond een F1 2020 league. En dat gaat natuurlijk automatisch over een F1 2021. En daar hebben we nog wat spots voor over. Dus mocht je mee willen doen, join heel even onze Discord. Hieronder in de beschrijving zal ik een linkje zetten naar de Discord. En meld je aan. Iedere week, iedere zondag rijden we de race die op de kalender staat. En iedereen kan meedoen. Alleen vaste racers die hebben natuurlijk altijd de voorkeur voor nieuwelingen. Maar we hebben nog een plek over. Meld je aan. Doe mee. Zorg er wel voor dat je een beetje bekend bent met de baan waarop we racen. Want we hebben racelijnen hebben uitstaan. Je moet handmatig de ERS bedienen. En custom setups zijn ook absoluut een ding. Oh, daar verloor ik hem bijna op de curb. Maar lijkt me leuk als jullie meedoen. Volle grid is namelijk altijd stukken gezelliger. Even kijken, kunnen we deze nu een keertje goed pakken? Ja, is al beter. We staan 7 seconden voor op Perez. Maar ik zweer het je, man. De auto hanteert echt zoveel beter. Daardoor ga je ook iets te veel risico nemen. Ik dacht, ik ga hier gewoon flat out. Nogmaals, geen custom setup.
Dus de auto is er niet specifiek op gemaakt. Maar dat ging nog best aardig. Ja, ik raakte hem bijna kwijt, maar... Dat was gewoon flat out. Er zijn ook nog wat andere dingen in de game aangepast. Zo kent de game... nu een heuse story mode. Niet zoals vorig jaar, waarin het volgens mij letterlijk om drie races ging, geloof ik. Nee, een volledige story mode. Heet Breaking Point. Maar wil je nou nog meer weten over deze game? Ik heb een uitgebreide preview gedaan op GameKings.tv. Ik denk dat die ieder moment online kan komen of al online staat. Ga die absoluut checken mocht je meer willen weten van deze game. Daar behandel ik alle ins en outs, alle nieuwe features en wat je mag verwachten. Dit was gewoon een kleine sneak preview op mijn favoriete baan, Spa-Francorchamps, in de mooiste auto van de grid op dit moment. De Alpine van Fernando Alonso. Die dit jaar nog niet helemaal getroffen heeft. Maar wie het wel getroffen heeft, is natuurlijk Max Verstappen. Staat op dit moment aan de leiding in het wereldkampioenschap. Ik kan mijn ogen niet geloven, dat is ongelooflijk. Al helemaal na die geweldige overwinning op Spa-Francorchamps. Dat was genieten. En verdiend. En eigenlijk hè. Natuurlijk, dat is een beetje opportunistisch. Hoort hij nog veel hoger te staan. In ieder geval veel verder boven Lewis Hamilton. Lewis Hamilton heeft me een partijtje mazzel gehad, hè. Welke race was dat nou ook alweer? Dat hij me in de gymbak reed. En vervolgens gered werd door code rood. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Maar dit was de eerste race, jongens. F1 2021. Spelen op de PC. Dit waren de hoogste settings. Zo ziet de game er nu uit. Een work in progress. Gaat er dus nog allemaal een stukje gelikter uitzien. Gaat allemaal een stukje gelikter draaien nog. En ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten totdat we met deze game aan de slag kunnen gaan. Ik denk dat het toch wel de game is waarin ik het afgelopen jaar verreweg de meeste uren in heb gestoken. Dat komt natuurlijk door onze league. Dat komt door jullie allemaal die meedoen. Ontzettend bedankt daarvoor. Ik vind dat altijd ontzettend gezellig. En graphics wise is het toch weer een stapje omhoog. Het is geen gigantische stap. Helaas moeten we daar misschien nog wat langer op wachten. Kan ook met de engine te maken hebben. Ze hebben natuurlijk de Project Cars engine gekocht. Die lijkt hier dus nog niet in geïmplementeerd. Dat heeft misschien wat langer tijd nodig. Maar dat zou in ieder geval voor een grote sprong moeten zorgen qua grafische kwaliteit. Dit ziet er in ieder geval al een stuk beter uit. En ik ben reuze benieuwd hoe de final product eruit gaat zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Dit was F1 2021. Mocht je dit nou een toffe video vinden, vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot ziens. Later!